snap wel wat hiermee wordt bedoeld. Vrijdenkers zijn vaak zelfverklaarde vrijdenkers. Ja, dat is een goeie. Ik denk inderdaad dat het een titel is die je jezelf geeft. Ik denk dat vrijdenken in absolute zin of in algemene zin niet bestaat. Omdat vrijdenken gaat over buiten kaders denken. En die kaders zijn hier anders dan aan de andere kant van de wereld. Zijn zelfs hier in verschillende clusters anders. Dus ik denk dat vrijdenken gaat over binnen de muren. De muren waarbinnen je bestaat om daar buiten te durven te denken. Bijna iedereen zal beweren een vrijdenker te zijn. Gaan we hier op straat rondvragen? Bent u een vrijdenker? Ja. Je ziet wel veel vrijdenkers die het vooral voor zichzelf opeisen en zichzelf op de borst slaan. Die dat ook vaak doen met termen als wij verdedigen de westerse cultuur en de vrijheid van meningsuiting. Dus dan zou ik eerder zeggen wat voor groepen mensen dan vrijdenkers zijn. En dan zou ik zeggen mensen die bijvoorbeeld, net als ik, non-binair zijn. Dus die echt verder kijken dan die binaire standaard die we opgelegd hebben gekregen eigenlijk. Mensen die niet hetero zijn, want hetero zijn is ook de norm. Mensen die verder gaan dan die standaarden en normen. Je moet er echt van houden om de ander te testen. Want nog veel belangrijker dan de meningen is dat we elkaar ruimte geven. Al die meningen die zijn natuurlijk ook vluchtig, die vergaan. Wat echt bij vrijdenken hoort, is dat je ook van mening verandert. Dus dat je ook durft te zeggen na verloop van tijd, wat heb ik ernaast gezeten.